Ja, som 62. Je krijgt weer een driehoek. Je gaat hier weer de F en de Z hoeken uitrekenen. Je gaat hier gebruik maken van al die evenwijdige lijnen die je ziet. Maar kijk ook altijd, wat zie je nog meer hierin? Nou, sowieso die evenwijdige lijnen. En er zijn er best veel. Dus je hebt deze twee en je hebt die twee. En allemaal maken ze zowel een Z als een F. Of Z en F. Dus er zit echt genoeg in. En nu zeggen ze ook hoek A is 76, dat heb je misschien al gezien. Hoek B is 40 graden, dus hoek B is 40 graden. Die 40 hoort niet bij de D3, maar bij de B. En dan zijn er verder nog wat allemaal evenwijdig is. En DE staat loodrecht op EG. Dus dit is een rechte hoek, dat moet je ook even weten. Dan ga je nu kijken, wat zie je allemaal? Nou, deze is 76, deze is 40, dan kun je dus C uitrekenen. Ik noem maar iets. Verder zie je hier een evenwijdige lijn. Nou, met deze evenwijdige lijn maakt hij F's, zo. Maar ook aan de andere buitenkant. Maar hij maakt ook een Z, zo. Hij maakt ook een Z, zo. Er is gewoon heel veel te vinden. Maar deze twee, dat zijn ook weer evenwijdige lijnen. Dus hoppatee, weer een F. Hè? En, okay, zo, weer een Z. Hè? Dit is weer een Z. Dus er is. En zo zijn er nog meer volgens mij. Er is gewoon heel veel hierin te zien. Nou, wat gaan we hier doen? We beginnen met hoek D3. Nou, hier zit hoek D3, die zit hier, dit kleine stukje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, daar zit hij. Dus ja, hoe pak je die nu aan? Nou, hij zit aan de buitenkant. Hij zit sowieso in een gestrekte hoek, maar die andere twee hebben we nog niet. Hij zit aan een buitenkant. Dit is een evenwijdige lijn. Ga naar de andere evenwijdige lijn en kijk of je er een F of een Z mee kunt maken. Nou, hij zit aan de buitenkant. De F's zitten vaak aan de buitenkant. En dan zie je misschien dat hoek D3 gelijk is aan hoek A. Als je nu totaal niet weet wat je moet doen, dan begin je gewoon met hoek C bijvoorbeeld uit te rekenen. Want als je dus niet weet hoe je bij D3 moet komen, begin gewoon met hoek C. En kijk dan, hé, wat zie ik nog meer? Dan ga je gewoon maar wat hoeken uitrekenen. En de kans is groot dat je één van die hoeken voor deze nodig hebt. En dan krijg je al punten. En als je dan toch aan het rekenen bent, dan schiet je vaak opeens op de juiste weg, zeg maar. Je bent maar een beetje op goed geluk wat aan het rekenen. Opeens denk je, hé, dit is het pad wat ik moet volgen. En dan kun je zo verder. Nou, we gaan nu eerst even hoek D3 opschrijven. Nou, hoek E3, D3, hoek D3 is gelijk aan hoek A is 76 graden. Als je wil weten hoe je dit plaatje nu even in een Word-documentje voor jezelf knipt en plakt om zoiets van je Chromebook af, zeg maar. Als je Chromebook hebt, dat laat ik zo meteen zien. Helemaal aan het eind laat ik even zien. En dan is dit dus, even kijken, is 76 graden en dat zijn F-hoeken. We hebben weinig zetjes tot nu toe. Maar die komt nog. Nou, dan hebben we die gehad. Weet je, daar een krulletje onder. En dan gaan we nu eens kijken. Oh, ik dacht dat ik op gum stond. Dan gaan we nu eens kijken, wat gaan we nu doen? Nu hebben ze het over E3. E3. E3 is deze hoek. Nou, en ik zie hier eigenlijk hem al in het kuiltje van de Z zitten. Dus als ik hoek S1 heb, als ik hoek S1 heb, dan heb ik hoek E3 en andersom. Maar die S1 die heb ik niet en S4 heb ik ook niet, anders kon ik nog met een gestrekte hoek doen. En die sterker nog, die moet ik berekenen. Dus S1 is niet zozeer de oplossing om te komen, maar die heb ik straks wel, is die wel handig om bij S4 te komen. Dus dat moet je dan even onthouden. Dan denk je, oké, daar kan ik dus niks mee. Nou, wat kan ik dan doen? Wat kan ik dan doen? Nou, dan ga je verder kijken. En wat weet je al? Nou, je hebt net ontdekt dat deze hoek 76 graden is. En dan zie je ook, ja, wacht eens even, maar dit is een driehoek. En als ik nu 76 en 40, dan kan ik die dus uitrekenen. Die is uitrekenen. Deze is recht. Oh, maar dan mag je gebruiken dat ze met z'n drietjes 180 graden zijn. Dus voor hoek, moet ik even kijken hoor, E3. Schrijf dat dus echt op, hè, want daar gaan we naar rekenen. Ik zei net ook al even kijken, welke was het ook alweer. Gaan we dus uitrekenen. Ik veeg dit even uit. Zo. En hoe doen we dat nu? Nou, we gaan nu hier hoek E3 uitrekenen. Die ligt op een gestrekte hoek. Zeg maar eventjes zo. Dan heb je hier hoek E3. Dit is een rechte hoek. Dat is 2. Dus je weet al, die is 90 graden. En deze, die kunnen we uitrekenen. Dus die gaan we eerst uitrekenen. En dan kunnen we
Deze zijn met z'n drietjes 180 graden. Dan halen we straks de oranje hoek en de 90 graden hoek van de 180 af. En dan hou je de gevraagde hoek over. Dit is allemaal OE. Daar ben ik aan het knoeien. Zo. Dan gaan we nu uitrekenen hoe groot is hoek E1 is. Nou, hoek E1 die zit in een driehoek. Dus dan krijg je die 180 min die 40 min die 76 graden. En dan kom je uit op 64 graden. En daar moet achter hoekensom driehoek. Want je hebt gebruikt dat de hoekensom 180 graden is van een driehoek. Hoekensom driehoek. Dan zetten we deze eventjes eventueel erbij. 64 graden. Nou, en nu kan ik E3 uitrekenen. Want met z'n drietjes, deze was 64. Met z'n drietjes zijn ze 180. Dus hoek E3 is ook weer 180 min 64 nu. Min 90 graden. En dan kom je uit op 26 graden. Je mag niet achter hoekensom driehoek. Terwijl het precies hetzelfde sommetje is. Zie je dat? En toch mag er niet hoekensom driehoek achter. Nee, je gebruikt dat het een gestrekte hoek is. Dat heb je gebruikt. Dus dat zet je ook erachter. Het is toevallig ook 180 min de een min de ander. Maar dat komt omdat ze met z'n drietjes 180 zijn. Doordat ze in een gestrekte hoek zitten. Dan heb je E3 ook gevonden. Maak even een foto als je hier iets van wil hebben. Want het gaat er nu af. Dan gaan we nu naar S4. Nou, en van S4, deze hoek, daar zei ik al iets van. Ik zei al, je ziet ook dat dit evenwijdige lijnen zijn. En als je dan E3 nodig had, dan kon je ook S1 hebben. Maar nu doen we het dus omgekeerd. We hebben nu S3. S3 hebben we al gevonden. Die was, of E3, excuses. E3, die was 26 graden. En dan heb je dus eigenlijk ook deze met een Z-figuur. En dan kan je zo bij S4 komen. Want dat is dan weer 180 graden met z'n tweetjes. Als je dit nu niet had gezien en je had dat voorstukje niet gehad of je bent daar niet geweest of je wil meteen S4 uitrekenen, hoe kun je dan zien wat je moet doen? Nou, kleur eerst even deze hoek in. En dan zie je, ja, dat is gewoon een pokkenhoek wat dat betreft, want hij zit niet in een driehoek. Hij zit wel in een gestrekte lijn, maar die heb je nog niet. Er is niks mee te doen met evenwijdige lijnen. Dus ook al is hier van één evenwijdige lijn, ik kom hier niet op een... Kijk, als ik nou zo uitkwam, dan wist ik het wel, maar dat was ook niet. Dus dan moet je het in een andere hoek gaan zoeken. En als je dan in het midden zit, hè, met zo'n soort hoek, zeg maar, wat je dan altijd naar op zoek gaat, zijn twee dingen. Dat zijn de gestrekte hoeken, dat je de één hebt en dat je die ander uit kunt rekenen. Of je gaat gebruik maken van overstaande hoeken. Dat zijn de twee die je hier in het midden gebruikt. Dus als ze een middenhoek willen weten van zo'n snijdende lijn en zo. En als ze hier zo'n middenhoek willen weten, dan gebruik je of dat ze met z'n tweeën in een gestrekte hoek zitten. Of je gebruikt dat de overstaande hoeken gelijk zijn. Dus dan ga je nu kijken, kan ik S2 makkelijk vinden? Nee, dat wordt een gedoetje. Dat gaat niet zomaar even 1, 2, 3 lukken. Kan wel, maar gaat niet handig. Maar met S1 samen is het ook, dat is mijn fles drinken, is het een gestrekte hoek. Kijk maar, groen en oranje zijn samen 180 graden. Dus wat je nu kunt doen, is dat je zegt, ik moet S1 weten. Nou, en dat doen we even, of je net niet al gezien hebt wat er dan gebeurde. Nou, dan denk je, hoe kan ik nu S1 vinden? Nou, dat is deze hoek. En dan zie je, wacht even, dit is een evenwijdige lijn. Als ik nu oversteek, kom ik bij die andere evenwijdige lijn uit. En dan weer op dezelfde weg door, hè. De hoek tekenen. En dan op dezelfde weg door waar je aan het gaan was. En dan zijn dus die overstaande hoeken aan elkaar gelijk. Dus we kunnen nu zeggen, we gaan eerst S1 uitrekenen. De gevraagde hoek is hoek S4. Hoppatee, dat is de gevraagde hoek. We gaan eerst hoek S1 uitrekenen. Dan krijg je hoek S1. Is gelijk aan. Nou, hoek E3 vanwege de Z-hoeken. En dat schrijf je zo op. Is gelijk aan hoek E3. Dus hoek die je gaat uitrekenen. Dan de hoek waar die even groot aan is. En dan zet je erbij dus hoe groot dat is. Nou, deze was, om even spieken, ik kan even eten, 26 graden. Dus deze is 26 graden. En dat is omdat het Z-hoeken zijn. Daar is de Z-hoek, eindelijk. En dan kunnen we nu hoek S4 doen. Want met z'n tweetjes, de groene en de oranje hoek, deze is dus ook 26 graden. Met z'n tweetjes zijn die 180 graden. Dus van de 180 graden, als deze 26 is, en met z'n tweetjes zijn ze 180, dan moet je gewoon die 180 van, of de 26 van de 180 afhalen. En dan kom je uit op 154 graden. En je hebt gebruikt dat het een gestrekte hoek is. Dat was hem. Ik zou nog even uitleggen voor degene die wilde hoe je nu zo'n plaatje handig op je Chromebook krijgt als je gewoon ondertussen op je Chromebook weer wil kleuren. Nou, dan pak je hem uit de huiswerkbrief. Nou, hoe doe je dat nu?
Wat hier altijd kan, is je pakt de Windows-knop. Dat is dit knopje. Oh, wacht even. Dat is dit knopje, zo. De Windows-knop. Die zit bij mij naast de Alt en naast de spatiebalk, maar het zal overal anders zitten. En dan pak je je Shift. En je pakt de S. Dus de Windows, de Shift en de S. En dan wordt je scherm donker en dan kan je een venster maken. Dan zet je je pennen op, maar dat kunnen jullie niet zien als ik dat nu doe, maar zet je je pennen op en dan maakt hij een lichtvakje. En dat vakje wat hij licht maakt, dat kun je erin plakken. Kijk, zie maar. Daar komt hij. Ja? Dus zo, en dan kun je zelf in Word of ergens anders in, of in Paint, kun jij zo zelf gewoon allemaal in kleuren en weer wissen. Hartstikke handig. Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!